Mijn naam is Frans Pluts, ik ben kinderarts en werk sinds 2011 in Tergooi. In januari ben ik benoemd tot hoogleraar zorgevaluatie in de algemene kindergeneeskunde. Ik werk 4 dagen per week als algemeen kinderarts in Tergooi en 1 dag in Amsterdam om invulling te gaan geven aan mijn hoogleraarschap, waarin zorgevaluatie centraal staat. Waarom is zorgevaluatie voor mij belangrijk? Simpel, omdat ik vind dat ieder kind of iedere patiënt op ieder moment, op iedere plek, op ieder tijdstip de best onderbouwde zorg moet krijgen. En ten tweede vind ik het heel erg belangrijk dat elke dokter inzicht heeft in zijn eigen medisch handelen en effect wat het heeft voor kind, ouder of andere patiënten. Een mooi voorbeeld van zorgevaluatie wat uitgevoerd is in Tergooi is het antibiotica gebruik bij pasgeborenen met verdenking op een infectie. We hebben aangetoond dat we dat op een veilige manier met 44% kunnen terugdringen. Het is vrij uniek en vernieuwend dat wij met zorgevaluatie in de kindergeneeskunde bezig zijn in Tergooi. Ik durf best wel te stellen dat wij koploper zijn in Nederland op dit gebied. Ook mijn benoeming tot hoogleraar is een erkenning vanuit de academische centra voor een algemeen kinderarts en ook voor de algemene kindergeneeskunde. Voor Tergooi vind ik het fantastisch dat ik hoogleraar geworden ben. Waarom? Omdat wij werken in een opleidingsziekenhuis en het is fantastisch om jonge dokters kennis te laten maken met zorgevaluatie en daar ook in de praktijk mee bezig te gaan. Zorgevaluatie hoort natuurlijk ook onderdeel te zijn van ons programma Zorg Dichterbij. En dat betekent dat de kennis niet alleen beperkt blijft tot het ziekenhuis, maar ook naar de eerste lijn, naar de huisartsen, om op deze wijze de zorg voor alle patiënten in onze regio op een goed onderbouwde manier te verbeteren. Mijn uiteindelijke doel is dat zorgevaluatie een vast onderdeel gaat worden van de medische opleiding. Door een verander- en leercultuur teweeg te brengen onder medische studenten, zodat in de toekomst zorgevaluatie een vast onderdeel wordt van de reguliere patiëntenzorg. Want uiteindelijk willen we dat elke patiënt op ieder moment, op elk tijdstip, de best onderbouwde zorg gaat krijgen.